Dolgelukkig zijn de leden van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Rotem bij de overwinning van de Provinciale Orkestwedstrijd 2012. Dirigent Jos Simons is de held van de avond. Wat betekent deze overwinning voor u? Een orgelpunt op een periode van lang werken, van hard werken en nu een super resultaat neerzetten. Het is prachtig. Muziek is emotie, zeggen ze. Als je ziet en hoort wat hier gebeurt, dan zegt dat genoeg, denk ik. Dan heb je enerzijds het uitvoeren van muziek, maar de emotie binnen de muziek is vandaag gewaardeerd door de juryleden blijkbaar. En als je ziet wat een emotie dat teweeg brengt bij een vereniging zoals Rotem zelf, dan kan ik alleen maar een heel gelukkig en een heel voldaan man zijn. En het is voor mij super. Fantastische orkesten dit weekend hier in deze zaal. En behalve dat we aan het werk zijn als juryleden, merk ik dat ik ook heel erg geniet. En vandaar inderdaad mijn beweging. Ik zit heel erg te genieten. Je speelt een aantal orkesten, dat is Europese top. Misschien nog wel hoger. Een aantal orkesten hebben dit weekend zo fenomenaal gespeeld. Dat is werkelijk waar. Dat vind je haast nergens. Bijzonder. Het zijn niet voor niks de Limburgers die ook wereldkampioen zijn geworden. En nu krijgen we twee totaal nieuwe korpsen die aan de top komen. Namelijk Hulst en Rotem. Onverwacht, maar verdiende winnaars, want ik denk dat de jury streng maar rechtvaardig is geweest. De eerste 12 laureaten van de provinciale orkestwedstrijd kunnen rekenen op een provinciale ondersteuning en subsidie. Wat we sinds een jaar of drie doen, en dat is wel heel belangrijk voor hen, is wat we noemen voor bijzondere concerten productieondersteuning financieren. Ze willen een bijzonder concert doen met bijvoorbeeld een externe sopraan of wat dan ook. En dat stimuleren we en dat proberen we mee te ondersteunen om die kwaliteit nog naar boven te halen en meer mensen warm te maken ervoor. We hebben twee stukken die wel normaal spelen in het programma en dan het verplicht werk natuurlijk. Daar zijn we vorig jaar mee begonnen, stelkens aan. Zo twee repetities, even laten liggen, nog een repetitie. En dan nu de laatste, denk drie, vier maanden zijn we dan echt elke vrijdag daarmee bezig. Dus ja, dat is met partiële repetities, iedereen apart oefenen of allemaal samen. Dus ja, het wordt toch redelijk fel bestudeerd en aangewerkt. Wij zijn al jaren aan het werken met bijzonder veel jonge mensen. En dat vraagt altijd een heel speciale begeleiding om met die mensen om te gaan. Die mensen warm te houden, die mensen enthousiast te houden voor die zaak. En dit is een van de manieren of een van de elementen die we kunnen gebruiken om net dat enthousiasme nog een beetje extra aan te wakkeren. Ik denk dat hier in België de muziekacademies heel goed werk verrichten. De muziekacademies hebben een goed niveau. Er wordt nog steeds veel geld voor vrijgemaakt om jongelui muzieklessen te geven, gelukkig. En ik denk dat daar het hoge niveau vandaan komt. Hier zien we van die duizenden muziekbeoefenaars bij harmonies en fanfares dat er heel veel jongeren zijn die echt qua talent boven komen drijven. En we zijn, ik heb het al eens gezegd, wereldkampioen, wereldtop. Houden we zo jongens, voortdoen.